Hey allemaal, welkom terug op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie zien hoe je op een gemakkelijke manier gezond kunt eten. Ik weet niet hoe dat zit met jullie, maar als ik 40 uur per week heb gewerkt, heb ik natuurlijk geen zin om uren aan de kookplaat te staan en gezonde recepten uit te vinden. Dus daarmee deze video om jullie te helpen gezonde, gemakkelijke recepten te maken en de winter gezond te overleven. Het eerste receptje is pietersalade. Deze duurt maar 5 minuten voor te maken en het smaakt fantastisch en bevat boordevol vitaminen en mineralen. Wat je nodig hebt is pietersalie, citroen, zout en peper om af te kruiden. Dus je snijdt de pietersalie in kleine stukjes, pers wat citroensap in, kruid het af met zout en peper, mengt het met je vingers en voilà, je salade is klaar. Het tweede ideetje is gewoon bladsalade, maar we gaan geen dure dressings kopen voor deze af te kruiden. We gaan zelf onze dressing maken. Dus wat je nodig hebt om de salade af te kruiden is citroensap, zout en peper en knoflook. Citroen is goed voor je vitamine C voor de winter op te boosten. Knoflook is goed voor al de microben en virussen te weren. En het is ook fantastisch goed voor je bloedomloop. En de salade is gewoon goed voor een mooi lijntje. Alleen salade is natuurlijk niet genoeg om je maag op te vullen. Dus wat ik graag doe, ik koop graag een kip of gerookte zalm en voeg dit toe aan mijn salade. En zo heb je nodige eiwitten binnen en je nodige mineralen en vitaminen. En je maaltijd ziet er overheerlijk uit met al de verschillende kleurtjes. Zo kun je natuurlijk gezond de winter door. Dus veel succes met dit recept en laat me weten in de commentaar hoe dat heeft gesmaakt. Ik zie je graag binnenkort. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Bezoek zeker ook mijn blog voor wat foto's of extra ideetjes. En dit op www.liliescozyhome.com. Ik zie je dan de volgende keer. Tot binnenkort!